Dit is een foto van Jaarclub Totem, jaargang 89, genomen tijdens ons eerste Jaarclubweekend in Antwerpen. Ik ben Anne-Roos Hartman, op Nijenrode bekend als Anne-Roos van der Grabben. En ik ben duurzaam textielondernemer. Uiteindelijk ben ik daarmee een van de eerste geweest die Fairtrade katoen naar Nederland heeft gehaald. Katoen is, hoe gek het misschien klinkt, maar het is de tweede meest vervuilende industrie in de wereld. Misschien niet verwacht, maar het is wel zo. En dat begint al bij het bewerken van het land. Misschien even een idee. 7% van alle landbouwgrond in deze wereld, daarop wordt katoen verbouwd. En dat gebruikt maar liefst 25% om nabij van alle pesticiden en chemicaliën. Nou, dat staat gewoon niet in verhouding. En dan hebben we het nog niet eens over verwerking. Dus ja, waarom doe je dit? Het kan namelijk anders. Dus waarom zou je het niet anders doen als het ook gewoon zonder troep kan, om het zo maar te zeggen. En dat je toch gewoon iedereen een eerlijke prijs kan betalen. Want dat wil je zelf tenslotte ook. Je wil zelf ook beloond naar werken worden. En dat geldt voor iedereen in de keten. Met dat katoen doe ik eigenlijk twee dingen. We hebben een eigen babymerk. En dan niet zozeer kleding, maar slaapzakken, draagdoeken, dekens. Alles voor het gemak en om praktisch gebruik. Maar ik gebruik deze keten, die hele certificeerde keten, ook voor een private label en white label. In andere woorden, dat kan dus zijn als jij een eigen t-shirt merk of t-shirt range wil opzetten. Ben je bij mij aan het goede adres? Dat gaan we voor je maken. En dat gaat dan helemaal in de stijl van jouw bedrijf. Iedereen kan daaraan bijdragen om dat te verminderen en om te zorgen dat dat allemaal wel de goede kant op gaat. Dat kan je doen in je privéleven, want denk maar even aan je thuissituatie of wat je aan hebt nu. Maar ook onder het beddengoed waar je onder slaapt, de handdoeken waarmee je afdroogt. Maar ook binnen jouw bedrijf, want ook binnen je bedrijf gebruik je meer katoen dan je denkt. Natuurlijk hangt het een beetje af van welke branche je zit, maar het kan. Dus mijn oproep aan jou is van, kijk om je heen, wat kan jij doen om met behulp van katoen deze wereld een stukje mooier achter te laten? En twijfel je nou, weet je nou niet helemaal zeker? Nou, bel gewoon.